meer met? Semi Boss, Samo Boss 2. Huh? Je kan me voegen op die Snapchat, hè? Ja toch? Hoor zie. Stevige naam, man. Ja, broer, stevig. Ja toch, ja toch. Oké, de vraag is: wie bent jij de doodstraf, man? Yo beste kijkers, welkom bij mijn gloednieuwe video. Mijn naam is Tempest en ik sta vandaag in Amsterdam. De vraag van vandaag is, wie vind jij de doodstraf? We gaan het checken, let's go. Heb jij mij nog niet op social media? Ja, voeg me dan even toe. Snapchat, T-Agiri, Instagram, Tempest Agiri. Doe dat. De vraag is, wie vind jij de doodstraf? Nou kijk, er is een meisje bij mij op school, ze heet Sanne. En haar weet ik wel, dus ook. Waarom? Omdat ze echt een misgunner is, weet je wel? Gewoon alles voor zichzelf, of voor niemand anders. Misgunner? Ja, echt gewoon. Ze gunt niks aan iemand. Misgunt ze jou ook, of niet? Ja, heel erg. Zoals met wat dan? Ja, gewoon met schooldingen en jongens ook, bijvoorbeeld. En cijfers en geld en kleding. Ja. Heb je er ooit wat tegen gedaan, of niet? Nou, niet tegen gedaan, maar wel lopen schreeuwen en zo. Schreeuwen? Ja. Gewoon zeg wat ik denk, gewoon, weet je wel, niet gelijk rare dingen terug doen of zo. Maar gewoon duidelijk maken. Okay, is goed. Heb je meerdere mensen waarvan je denkt van ik gun hun de doodstraf? Mijn wiskundedocent. Waarom? Hij gunt mij ook niks, weet je wel. Hij haat me altijd. Ik word er altijd voordat ik de klas ingehaald en het uitgestuurd en zo. Heb je nog een bericht naar die mensen of dat niet? Nou, niet zo egoïstisch zijn. En gewoon ook een beetje aan anderen denken. Ben je met? Semi Boss, Samo Boss 2. Huh? Je kan me voegen op die Snapchat, hè? Ja toch? Hoor zie. Stevige naam, man. Ja, broer, stevig. Ja toch, ja toch. Oké, de vraag is, wie bent jij de doodstraf, man? Geert Wilders, man. Geert Wilders. Hij zegt minder Marokkanen. Jij ziet, Marokkanen zijn die mensen die... Begrijp je? Wat hij zegt? Laat me niet klappen uit de bonden, mak. Begrijp je? Marokkanen zijn mijn soldaten, begrijp je? Dus meer Marokkanen en minder Nederlanders. Ook al is het Nederland. Fuck dat. Begrijp je waar ik ben? Ja, man. Minder Nederlanders? Ja, man. Mensen verzieken het land, broer. Begrijp je? Je moet stelen van het overheid. Begrijp je? Ze nemen alles van ons, broer. Maar wij moeten ook van hun stelen. Begrijp je? Huh? Ja, man. Oké, luister, hè. Oké, heb je nog meerdere mensen, zeg maar, waarvan je denkt van, ja, die verdienen doodstraf? Nee, man. Wie bent jij de doodstraf? De doodstraf? Niemand, man. Niemand? Nee, man. Jij? Donald Trump, fuck zijn moeder. Pak zijn moeder. Pak zijn moeder, vieze hoerenkind. Ja bro, is toch logisch? Die man is gekke racist, man. Hij is een racist? Ja toch. Wie is nog meer een hoerenzoon? Ja, wat veel hoerenzonen, maar heet niet. Oké, stel je voor Donald Trump kijkt dit, toch? Wat wil je tegen hem zeggen, man? Fuck jou, ja? Luister naar die beat van YG, hij zegt ook fuck Donald Trump. Luister die maar, vuile junkie. Wie wens jij de doodstraf? Wie wens ik de doodstraf? Mijn ex. Waarom? Omdat ik hem gewoon haat. Je haat hem? Ja, maar echt gewoon heel erg gewoon, ja. Wat heeft hij bij gedaan dan? Och, zoveel dingen. Het is gewoon niet meer te beschrijven, joh. Het is gewoon, we haten elkaar gewoon echt heel erg. En daarom wens ik hem gewoon de doodstraf. Oké, is goed. En heb je meerdere mensen, zeg maar, waarvan je denkt van ja, die verdient echt de doodstraf? Nee. Hij is de enige. Wat wil je nog tegen je ex zeggen? Fuck you. Ben je er met? Henkie, jouw buurjongen, je weet zelf, G. Sowieso, toch? 5713 in the motherfucking house. Sowieso, 5713, je weet zelf. Oké, de simpele vraag is, wie met jij de doodstraf, man? Donald Trump, Geert Wilders. En ja, man, gewoon al die mensen die het verdienen, man. Gewoon verkrachten ze zo. Hé, toch? Fuck iedereen die mensen verkrachten en pedofielen en zo. Mag allemaal dood van mij. Oké, man. Oké, kijk. Wat wil je zeggen tegen pedofielen? Ik wil niks tegen ze zeggen, man. Ik wil gewoon... Je weet toch, die Amsterdamse paal. Die wil ik in de kant stoppen, gewoon, man. Ik wil ze laten zitten op een hete vuur, gewoon. Op een hete vuur? Ja, man. Ik wil ze gewoon dood. Doodstraf. Fuck jullie allemaal. Allemaal dit is van mij, broer. Allemaal. R.I.P. Oké. Wat wil je zeggen tegen Donald Trump? Ga door met wat je doet, man. Hij doet toch niks. Hij doet niks. Hij zit alleen maar. Hij doet niks. Maar hij mag gewoon dood. Maar dat weet je toch? Hij doet... Kijk, wij zijn hier in Nederland. We hebben niks te maken met Donald Trump. Je weet toch? Wij zijn veilig. Oké, waar moet Donald Trump volgens jou dood? Omdat hij gewoon eigenlijk... Hij is een dictator. En dictatoren zijn allemaal slechte mensen, net als verkrachters en zo. Zij willen de baas zijn. Kan niet. Je kan geld hebben... Maar geld gaat je leven gewoon, gaat je leven niet veiliger maken, broer. Je kan jezelf inpakken met hoeveel euro's je wilt of briefjes je wilt.
die kogel gaat nog steeds door je hoofd, begrijp je? Wat wil je zeggen tegen Geert Wilders? Dat hij gewoon, hij moet zich gedragen naar zijn eigen cultuur, man. Hij is Indonesisch, hij is geen Nederlander, begrijp je? Hij is Indo, hij is geen Nederlander. Ga niet praten dat alle allochtonen weg moeten, want dan moet hij ook weg, begrijp je? Hij moet ook gewoon, hij is ook allochton. Hij is fucking Indonesisch. Hij wil blond geblondeerd zijn, ja, broer. Ik kan me haar ook blonderen en zeggen dat ik Nederlander ben. Maar dat betekent nog steeds niet dat ik Nederlander ben. Meer of minder, Geert Wilders. Minder, minder, minder. Meer of minder, Geert Wilders. Minder, 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 minder. Jullie moeten allemaal even abonneren op Tempus en zo. En liken en zo. Dus ja. Abonneer op Tempus, broer. Deze man, hij is helemaal een wedstrijd, weet je toch? Wedstrijd in het, maar 11 uur ook in het. Abonneer op deze man zijn kanaal. Deze man is een strijder. Ja, toch, SNRM, maar je weet toch? Abonneer op Tempus. En doe een blauw duimpje omhoog.